Terug bij Sparta, uh, 2,5 jaar hoofdjeugdopleiding, nou gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, hoe is dit uh, tot stand gekomen, deze stap? Nou ja, ik uh, ben weggegaan uh, bij Almere aan het begin van dit seizoen. Uh, en uh, ja, de afgelopen maanden uh, ja, mijn uh, ogen en oren de kost gegeven om te kijken wat ik uh, zou willen. Uh, er kwamen uh, andere opties langs, uh, ook in het amateurvoetbal. Maar ik wilde graag uh, actief zijn bij een, uh, ja, bij een gerespecteerde betaald voetbalclub... En, uh, ja, uiteindelijk de afgelopen uh, twee weken uh, uh, ja, contact met Sparta uh, gehad uh, nadat uh, uh, Dolph Rocks op non-actief is uh, gesteld. En, uh, ja, zo uh, eigenlijk in gesprek gekomen voor deze rol. En uh, ja, als je daarover na gaat denken, dan past het eigenlijk wel heel goed bij mijn profiel. En, uh, ja, van, van nature uit uh, de afgelopen jaren uh, over een rol als coach nagedacht. Maar ja, de, eigenlijk ben ik uh, al, al langer meer dan uh, coach, eigenlijk meer de, de coach de coach. Uh, dus ik, uh, ja, ik ben zeer content met, uh, met deze benoeming. Hoe, uh, ja, hoe ging dat bij jou meneer? Had je dat idee zelf? Had je dat al voordat je benaderd werd? Of kwam ja, werd je benaderd en dacht je toen van? Dit klop, past eigenlijk wel. Nou, ik, ik heb zelf een, uh, naast mijn stappen in, het, uh, in de rol van coach, heb ik uh, ook in het onderwijs gewerkt. Uh, op het HBO heb ik lesgegeven drie jaar uh, toen ik uh, hoofdtrainer bij uh, Excelsior sluis was. Ja, en dan, uh, dan ben je ook onderdeel van de opleiding. En op een gegeven moment uh, ben ik uh, daar coördinator studie loopbaanbegeleider geworden. Dus dan ga je ook nadenken over hoe een opleiding er in totaliteit uit moet zien. Geen voetbalopleiding. Maar een, een HBO-opleiding. Ja, maar daar zitten eigenlijk dezelfde stappen in uh, als uh, dat een opleiding uh, bij een betaald voetbalclub moet hebben. Hè. Want uh, ja, uh, spelers komen binnen op jonge leeftijd. En je, 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 je bouwt een programma om ervoor te zorgen dat ze afgezet worden in de, uh, ja, bij de arbeidsmarkt. En de arbeidsmarkt moet je dan maar eigenlijk even zien als uh, het eerste elftal. En ik, de, ik denk dat. Ja, dat het niet zo heel erg anders is. Uh, dus die structuur uh, van zo'n opleiding ken ik wel goed. Ja, en dan ga je verder nadenken. Uh, wat, ja, uh, je hebt uh, uh, de rol van coach vervuld. Ik heb best wel vaak coaches ook geholpen met opdrachten voor uh, de opleiding. Of dat nou voor UEFA A of UEFA Pro was. Dus uiteindelijk ben je de afgelopen jaren ook wel bezig geweest om coaches op weg te helpen. En dus is het eigenlijk alles bij elkaar uh, ja, misschien wel... Een combinatie van heel veel dingen die je al gedaan hebt, maar de hele functie is nieuw. Ja, klopt. Ja, helemaal waar. Is het betekent het ook dat je uh, eigenlijk uh, het trainersvak achter je laat? Of is, dit, uh, is dat te vroeg om dat te constateren? Nee, ik denk niet dat je het achter je laat, omdat je uh, natuurlijk vanuit uh, alle nieuwe inzichten uh, je jeugdopleiding neer wil zetten en, uh, en coaches wil helpen. Dus... Ja, als jij uh, zeg maar, uh, coaches uh, wil ontwikkelen, dan moet je zelf natuurlijk ook de bagage hebben om dat, uh, ja, om, om dat over te kunnen brengen. En dan uh, ga ik niet zeggen dat ik dat allemaal, uh, allemaal weet en heb, maar ik denk dat, we, uh, ja, dat, dat, dat je niet uitgeleerd bent en dat je nog steeds als uh, hoofdjeugdopleidingen ook wel uh, een coach bent. Uh, alleen ja, dat, het ziet er gewoon iets anders uit dan als jij coach van een team bent. Je hebt natuurlijk, uh, je bent trainer geweest bij SHO, je bent trainer geweest bij Excelsior Marsluis, opleidingspartners van Sparta. Je bent uh, trainer geweest van Jong Sparta. Uh, hoe goed ken jij onze jeugdopleiding? Ja, best wel goed. Ik denk dat ik uh, een aantal trainers al, uh, al, al ken, uh, met wie ik uh, wel goed contact heb. Uh, ja, ik heb natuurlijk, uh, ja, ik vind Jong Sparta vind ik al. Uh, een onderdeel van de jeugdopleiding. Hè? Dat is het eindstation uh, zo'n beetje. Nou, eigenlijk het echte eindstation is Sparta 1. Maar uh, ik heb natuurlijk de afgelopen jaren, toen ik uh, uh, stage liep bij Sparta of uh, trainer van Jong Sparta was, heb ik, uh, heb ik ook op Terbregen gewerkt. Dus ik, ja, ik ken de jeugdopleiding wel. Maar uh, ja, er zijn ook weer dingen veranderd en anders geworden. Dus ik zal me de komende periode daar ook in moeten verdiepen. Ja. En hoe zijn de contacten met Sparta geweest in de periode dat je, met, uh, ja, dat je bij Almere was of dat je uh, de laatste periode thuis zat? Nou, ik heb wel altijd goed contact gehouden met, uh, met Henk Frezen, met Noorden Bukari, met uh, uh, Nico Jalink en uh, met Henk uh, van Stee. Dus ik heb altijd uh, ook, uh, ja, we, uh, we hebben het over voetbal gehad, maar we hebben ook daar buitenom nog wel eens wat dingen gedaan. En we hebben eens op de padelbaan gestaan met elkaar. Dus... Is dat ook gebeurd toen je niet meer hier werkte? Nee, want het was een beetje een gekke periode natuurlijk. Uh, veel uh, ja, eigenlijk voornamelijk uh, in uh, het coronatijdperk. Dus dat, uh, dat heeft even niet plaatsgevonden. Nou, ik ken uh, Geert Arendhoorda inmiddels ook wel eens, uh, een keer, ook wel eens mee gepadeld. Dus, uh, even los daarvan. Maar in, in dat opzicht uh, uh, zijn die contacten er altijd uh, wel geweest. Uh, en, uh, ja, dat, dat, ja dat, dat, dat maakt ook wel dat, uh, dat ik nog steeds uh, super blij ben weer terug te zijn op het Oude Nest. Omdat ik van nature uit ook wel het gevoel heb dat uh, deze club heel goed bij mij past. Uh, qua mens, qua uh, DNA uh, van de club. Dus... En lekker dicht bij huis? Veer is wat anders. Zeker dicht bij huis, ja. ja. Heel veel succes! Dankjewel.